Hey. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, zeker. Mooi. Naar boven. De meeste voetballiefhebbers herkennen hem nog als speler van RKC, ADO of FC Groningen. Maar tegenwoordig begeleidt Joeri Cornelissen andere mensen als body-mind-release-therapeut. Zo helpt hij ook zaalvoetbaltalent Quinten Faber. Oké, hoe is het afgelopen week gegaan? Ja, goed. Dus eigenlijk best wel positief. Merkte met de woordjes die ik gedaan heb, eigenlijk dat ik meer dingen ben gaan terughalen die echt bij mij passen. Dat vond ik echt prettig. Dus dat het wat meer, minder algemeen is, maar meer op mezelf gefocust. Ja, eigenlijk onwijs rustig van geworden in mijn hoofd. En dat zag ik ook echt terug in mijn spel afgelopen week. Dus heel blij mee. Oh, wat goed om te horen. We zijn net bij op een hele toffe plek, bij de Stadsfabriek. Dat is waar ik op dit moment ook grotendeels werk. En het is een hele creatieve omgeving. En zo was ik zelf ook als speler en als persoon. En nou, we zijn net bij een body-mind release gesprek geweest bij een jongen die bij mij het traject volgt. Ik merkte toch wel dat ik wat onrustig was in mijn spel, wat minder zelfverzekerd. Die hebben me eigenlijk aangeraden om met iemand lekker te gaan praten, wat dingetjes op te gaan pakken. Om uiteindelijk daardoor beter te kunnen gaan voetballen. Allereerst is hij bij mij gekomen omdat hij van bepaalde dingen last heeft, als het ware, die voor hem een ballast zijn. En waardoor hij niet op een bepaalde vlak stappen kan maken. En dat kan bijvoorbeeld zelfvertrouwen zijn die hij nodig heeft om stappen te kunnen maken in het voetbal. Joeri Cornelissen tekent in de zomer van 2005 een contract bij FC Groningen. Het seizoen is voorbij, op naar het nieuwe seizoen. Met een nieuwe aanwinst, de 30-jarige Joeri Cornelissen. Hier scorend in het shirt van NAC tegen Den Bosch. Wij zijn heel tevreden met de komst van Joeri Cornelissen. Het is een jongen die aanvallend of vanaf het aanvallende middenveld zal komen. En daarom hebben we hem aangetrokken. Cornelissen dus als vervanger voor Kristev. Na Levchenko dus de tweede aanwinst voor het komend seizoen. Ik had toen een keer een gesprek met Ron Jans, omdat die ook, ik weet niet meer hoe dat tot stand is gekomen, maar omdat ik ook open stond voor een vertrek bij NAC. En toen had ik zo'n super tof gesprek met hem. Was meteen een klik. En later met Hans Nijland ook nog en Henk Veldmaten. En toen was ik eigenlijk al om, zeg maar, van dat gevoel, zeg maar, het goede gevoel. Zodoende ben ik toen bij Groningen, omdat Groningen ook een stap vooruit wilde maken. Hè, omdat ze een bepaalde positie stonden en ze zochten naar een bepaald type speler. En dat was ik op dat moment. En uiteindelijk, toen het seizoen begon, belandde ik op een hele andere positie. Want? Nou, ik was in principe gehaald voor aan de rechterkant. En uiteindelijk stond ik hangend op links, zeg maar. Dus dat, zo zie je maar dat niks zo veranderlijk is als de voetbal ook, maar ook net als in het leven, zeg maar. Ah, Joeri, geweldig. Met Joeri onderhandeld met zijn vader erbij, ergens in Hilversum, dacht ik. En hartstikke prettige onderhandelingen, wat een leuk joch was dat. En ik weet ook nog dat ook in de onderhandelingen stelde zich ook gewoon hartstikke reëel. Want het was niet bepaald in onze financiële beste periode. Minuut 91 dan, Joeri Cornelissen. Groningen zwijnt. Het wint met 1-0 van Terlede. Niet meer en niet minder. Cornelissen. Joeri Cornelissen. Haal maar eens mooi uit. Nou, wat heet? Wat een wereldgoal! Joeri Cornelissen. Hij komt naar binnen, dat weet je. Met die rechtervoet is hij af en toe dodelijk. Zo ook nu. En zo komt FC Groningen. En dat mag je toch verdiend noemen op een 1-0 voorsprong. Hij scoorde de belangrijke goal bij Terlede voor de beker. Vlak voor tijd, waardoor Groningen dus won. En doorging in de Amstel Cup. Nu breekt hij de band voor de thuisploeg. Groningen leidt met 1-0. Glenn Selman ziet veel ruimte oprecht, maar kiest eerst voor de rust bij Seedorf, dan alsnog Buis. En Silva.
valt net over Selmen. Wel nog bij Cornelissen en die schot gaat binnen. Ja, hij probeerde het al een paar keer. En nu is het dan wel raak. Een schitterende treffer van Juri Cornelissen. En het is dik en dik verdiend dat Groningen hier de leiding neemt. Volstrekt kansloos. De zoveelste goede voorzet al van Silva komt dan net niet aan. Maar de dreiging is er steeds wel. En Cornelissen, wat draait die bal heerlijk richting de kruising. En wat is het verdiend. Lamy lijkt er nog even aan te zitten. Maar hij zeilt prachtig binnen. 1-0, de tweede treffer van het seizoen voor Juri Cornelissen. Dan ja, kun je dat goede gevoel ook meteen omzetten in iets tastbaars. En daarna zeg maar, was er ook natuurlijk even wat een mindere periode. En uiteindelijk kwam die wedstrijd toen tegen PSV, die we thuis wonnen. En toen maakte ik ook een heel belangrijk doelpunt. En sindsdien zijn we de stijgende lijn ingegaan. En toen waren we ja, volgens mij ook onverslaanbaar zowat thuis. En dat hebben we eigenlijk voortgezet toen in de Euroborg. En dan scoorde hij in de afloop en dan had hij zo'n flip-flap, dacht ik. Voor de vrije trap die daarop volgt, meldt zich Yevgeny Levchenko, een oud-speler van Sparta. Ponk redt in eerste instantie, niet klemvast. En dan is het Juri Cornelissen, die al vroeg in de wedstrijd Groningen op een 1-0 voorsprong zet. Buis. Oh, die kan bijna voor zijn hat-trick. Die wacht wat langer, die scheeft de kans aan Lindgren. Die landt de bal op de paal. De tweede inzet gaat er ook niet in. En de derde van Cornelissen uiteindelijk wel. Plederis zit daar ook nog tussen. En aan het begin van de tweede helft wordt deze wedstrijd door Juri Cornelissen op slot gedaan. ...23 minuten gevoetbald. Seedorf in een kopduel. De paas van Buis. En dan de mogelijkheid voor Juri Cornelissen. Doris de Vries, de doelman van Den Haag, keurig uitgekapt. Prachtig doelpunt. En dit is traditie. Juri Cornelissen, vorig seizoen scoorde hij 8 keer voor NAC Breda. Nu de vierde voor Groningen, ja. Het is weer gelijk. Hij juicht zeer ingetogen. Wel de ratslag, maar niet al te veel frivoliteiten bij de oudspeler van NAC. Frederis van der Laak. Buis vraagt al een tijdje om de bal. Levchenko, Buis. Is die voor Cornelissen? Die probeert te koppen. Komt de lat, maar hij zit erin. En dan is het weer Juri Cornelissen die scoort voor Groningen. De clubtopscorer maakt nummer 5. En het is zuur voor Twente, want dat had eigenlijk toch wel recht op een punt vandaag hier in Groningen. Bosker die last had na een botsing met Danny Buis van een lichte blessure aan zijn knie. Zou dat hebben meegespeeld bij deze treffer. Strafschop tegen NAC betekende de 1-1 voor Cornelissen. En zijn vierde, dit is nummer 5. De voorzet van Florijn. Levchenko doet het goed, ook Buis brengt de bal goed in. En dan is Bosker kansloos. En is een van de eerste echt grote kansen van Groningen eigenlijk in de gehele wedstrijd. Ook raak. Tot nu met de voet. Counter Groningen, Nefland. Buis is vrij op rechts. Goeie bal van Nefland. Nou, Cornelissen is helemaal vrij. Als de bal goed is van Buis, kan Cornelissen het beslissen. En die doet dat niet. Wedding tel. Dan de tweede kans voor Cornelissen. En nu is het wel raak. Groningen komt op 2-0 en beslist deze FC Utrecht tegen FC Groningen. En zoals gezegd, berusting. Wat al eerder heeft plaatsgenomen op de bank van FC Utrecht. Een nederlaag die ongetwijfeld minder impact zal hebben dan een thuisnederlaag van FC Utrecht. Normaal gesproken, gezien alle emoties van deze wedstrijd. Dit was de 2-0 op aangeven van Buis. Knalt Cornelissen, de tweede Groningse treffer achter Terrel. Juri, ongelofelijke prof. Technisch zeer begaafde speler.
gewoon een goal maken, spelen vrijzetten voor de goal. En wat ik ook weer zo mooi vind, is ook een jongen die na zijn voetbalcarrière snapte dat er nog eventjes wat moest gebeuren. Hè? En is bij de politie toen, meen ik, op een goed moment aan de slag gegaan. Is ook met jongeren, dacht ik, gaan sporten, gaan trainen. En af en toe komt hij ook nog wel eens bij. Komt ook uit een echte voetbalfamilie. Ook zijn broer en neefje van hem, niet te vergeten, Vitesse. Dus ook daar geldt hij voor, een persoonlijkheid. Ik hou van verandering. En elke verandering is weer een stap uit je eigen comfortzone. Ik heb natuurlijk bij de politie heel veel ervaring opgedaan in bepaalde gesprekken. Vooral met name bij de zedenpolitie dat ik werkte. En dan ben je toch deels aan het coachen. En in mijn trainingen die ik gaf, in mijn clinics die ik gaf, personal training die ik gaf, merkte ik dat ik ook heel veel aan het coachen was. En toen dacht ik, dit is wel echt iets waar ik mee moet. En daar wil ik verder mee. Jury legt het uit aan mij, nou, waar bepaalde gevoelens kunnen zitten. Dat kan in je hoofd zijn, dat kan bij je borst zijn, in je buik. Uiteindelijk moet je dus gaan visualiseren waar dat gevoel vandaan komt. Dus met een situatie die ik ervaar, moet ik gaan kijken, nou, waar zit dat gevoel in mijn buik, in mijn hoofd. Daaraan zitten bepaalde onderwerpen vast, of ja, bepaalde gevoelens. Uiteindelijk ga ik dat dan loslaten door middel van ademhalingsoefeningen en uitkloppen. En daarna ga ik de positieve tegenovergestelde dingen ga ik dus weer terughalen om daar de positieve gedachten aan vast te blijven houden. Natuurlijk heel veel verschillende situaties in het voetbal gehad. Zowel op het veld als buiten het veld als thuis. Maar ook mijn ervaringen die ik heb gehad bij de politie. Dus daarin, dat is wel heel waardevol. En doordat ik mezelf ook kwetsbaar opstel, krijg je ook makkelijker toegang bij een ander, zeg maar. Ik merkte gelijk, sinds dat ik bij het Nederlands team dit seizoen heb gespeeld, toen ben ik ook met Jury begonnen, dat ik gelijk eigenlijk al dacht van nou, ik merk al dat ik wat stukken rustiger word, dat ik gewoon lekker kan gaan voetballen. En dat helpt me ook onwijs bij de club zelf. In zijn eerste seizoen bij FC Groningen komt Jury Cornelissen tot 9 treffers in de Eredivisie. De trots van het Noorden kent een goed seizoen en doet sinds jaren weer mee om de plekken om Europees voetbal. Op de slotdag van de competitie kan FC Groningen zich zelfs plaatsen voor de play-offs om een ticket voor de Champions League. Uit bij FC Twente moet een resultaat worden gehaald. Lederes. Buis. Kopt. En dan is het wel. Jury Cornelissen met de 1-0. Groningen krijgt 2 kansen achter elkaar. Het werd uiteindelijk gelijk. Maar iedereen had er zoveel zin in. En wat ik weet vanaf de bank waren ze heel erg bezig met de resultaten op andere velden ook. Maar wij focusten ons meer op de wedstrijd. En ik moet zeggen, eerlijk gezegd heb ik toen ook helemaal niet gedacht om aan andere dingen, maar gewoon om die wedstrijd om te zetten in een goed resultaat. En dan komt er zo een enorme ontlading ook. En dat merkte je ook wel aan het publiek, zeg maar. En daarna nog de huldiging op de Grote Markt. Ja, dat was echt geweldig. Ja, we zaten toen zo in een euforie en in een bepaalde flow, hè. Iedereen. En iedereen had zoveel vertrouwen en het was zo'n goede teamspirit ook. En dat sloeg ook over op het publiek. En toen moest het tegen AZ. Prachtige bal overigens op Cornelissen. Cornelissen. Cornelissen en er is 1-0. En Jury Cornelissen schiet FC Groningen op een 1-0 voorsprong in de 10e minuut van de tweede helft. En in de hout was het natuurlijk voor ons lastig, hè, want het publiek daar ging erachter staan. Maar uiteindelijk hebben we toch resultaat kunnen halen en dat was zo geweldig. De sensatie is compleet. Een wonderbaarlijk seizoen. Wie had dit gedacht aan het begin van de competitie? FC Groningen in de finale van de grote play-offs, van de nummers 2 tot en met 5, om een plek in de voorronde van de Champions League. Toen kwam natuurlijk de plek voor de Champions League en toen verloren we 2-0 in de arena en thuis kwamen we 2-0 voor. Ja, en toen was hij er zo dichtbij en toen scoorde Ajax net voor tijd dat doelpunt.
Maar ja, die ontlading die er toen van de tribunes afkwam, die was zo... Je bent dan teleurgesteld dat je het op dat moment niet hebt gehaald. Maar dat publiek, hoe dat reageerde, dat was gewoon echt kippenvel. Iedereen stond op en begon te applaudisseren. Dat was, ja... Het seizoen daarop speelt FC Groningen dus in de UEFA Cup en daarin is Partizan Belgrado de tegenstander. Uit wordt er met 4-2 verloren, maar thuis krijgt Jurri Cornelissen de kans om FC Groningen op 2-0 te zetten. Komt Groningen op 2-0. De Euroborg zal exploderen als Groningen op 2-0 komt. Kralje, Cornelissen. Oh, oh! Dat doet pijn. Dat moment ging nog meerdere malen door mijn hoofd. Ja, helaas kan je dat niet, je kan hem niet nog een keer nemen. En ja, dat is gewoon echt een klote gevoel. En dat heb ik nu nog. Alleen, ja, het heeft me wel gesteund. Het verandert niks aan de situaties. Dat, hoe de teamgenoten en mijn trainer en het publiek erop reageerden en de vrienden van me. En, dat heeft me wel een hart onder de riem gestoken. De volgende ochtend zat ik wel met tranen in me aan de eettafel toen ik de krant opensloeg en dat ik de kop las. En dan kom je op de club en daarna ben ik de stad ingegaan, ben ik met mensen gaan praten en om het zo van me, op die manier van me af te zetten. Als je hem nou had overgeschoten of op de paal of naast, maar ja, ik vond dat ik hem toch wel redelijk goed had ingeschoten. Kreeg je niet een beetje uit bij het nemen? Nee, dat leek zo, maar ik zag ook, nadat ik hem schoot, liep ik eigenlijk al weg in de overtuiging dat hij erin zou gaan. En meestal heb je dat gevoel ook. En nu tot mijn verbazing zag ik dat hij hem net nog op het laatst kon pakken. Maar dat gevoel, dat blijft, zeg maar. Hè? Dus dat, je stopt het soms weg, maar... uiteindelijk heb ik het toen we die wedstrijd tegen Vitesse hadden, stond ik er dus ook niet in. En toen viel ik met Suárez in. Na de wissel, Flederis eraf en Jurri Cornelissen erin. De man die dus zo jammerlijk faalde tegen Partizan Belgrado vanaf de penaltystip. Maar het wordt hem niet verweten, dat blijkt wel uit het warme applaus wat hij krijgt. Dat was een hele bijzondere wedstrijd, want volgens mij stonden we vlak voor tijd tegen Vitesse. Stonden we, ik dacht, met 3-1 of zoiets achter. En het zou voor het eerst sinds hele lange tijd zijn dat we weer eens een wedstrijd... of we dreigden een wedstrijd te verliezen hier in het stadion. Ik weet nog dat Jol toen onze scheidsrechter was. En volgens mij gaf hij ons een cadeautje, een strafschop. Ja, daar komt Suárez. Suárez met Knol. Knol heeft hem. Cornelissen, bal is nog altijd niet weg. Suárez. Groningen alsnog langs zij. Lofferen willen we hebben. Sanko kiest voor de dieptebal richting Nefland. Suárez. Ja! Hoe is het mogelijk? En toen kantelde die hele wedstrijd, worden hem over de streep trok in de blessuretijd. Ja, en dan komt alles eruit, zeg maar. En dat is wel super belangrijk, want emoties zijn er, maar en het is ook belangrijk om ze te laten zien. Alleen, soms kun je in emotie dingen doen waarvan je achteraf denkt, shit, had ik het nu maar even anders gedaan. Maar nu was ik er heel blij mee, want het kwam gewoon en het was ook ja, hoe ik was en hoe ik het ervaarde. En kijk eens even, de tranen bij Cornelissen. Pas nu de ontlading van die gemiste strafschop tegen Partizan Belgrado. Dat heeft dus kennelijk aan hem gevroten. En deze overwinning maakt alles in één keer weer goed. Geweldig. Wat een beleving. De rondgang rond de tribune. Je bent uitgeschakeld. Je hebt tegen Belgrado. Je hebt een hele belangrijke strafschop. Heb je gemist. Natuurlijk een cruciale. Want ja, het was natuurlijk wel heel bijzonder geweest als Groningen een Europese ronde verder was gekomen. Dus ik kan me dat, die emotionele tafereel op het veld, kan ik me nog goed herinneren. Met de ervaring van nu en de kennis en nu die ik heb hierin, zou ik het nog sneller hebben kunnen omzetten. Ik heb het toen op intuïtie gedaan en op gevoel. Uiteindelijk heb ik het kunnen omzetten, alleen nu duurde het veel langer toen, zeg maar. Nu had ik het anders veel sneller om kunnen zetten. Maar goed, dat is wat ik met mensen wil meegeven. Naast het traject ook mijn eigen ervaringen erin. En of dat nou mensen zijn uit de topsport of
mensen die uit het arbeidsproces zijn eruit gegaan. Ik heb onlangs ook een vrouw die had paniekaanvallen, hartkloppingen, oorsuizen. Die fietste veel, die durfde niet meer te fietsen ook. Toen zijn we ook de fiets opgestapt en toen zijn we gaan praten onderweg. En uiteindelijk is ze nu weer volop aan het werk en ze durft weer te fietsen. En ze doet het nu met plezier weer, dus zonder de angst hebben dat ze zou vallen of wat erbij kon kijken. Dus dat is gewoon heel waardevol.